Welkom bij weer een nieuwe LMC-video. Ik ben Jesse Loef en in deze video ga ik jullie 5 LMC-scholen in Rotterdam laten zien. Veenoord School, het Montfort College, MAVO Centraal, Theater, HAVO, VWO, HBC Centrum. We staan hier voor MAVO Centraal in Rotterdam natuurlijk weer, want LMC is overal in Rotterdam. Naast Centraal bijna, dus goed bereikbaar. Is jouw school? Ja. Kan je, oh, iemand met een banaan komt naar buiten. Nou, het ziet er leuk uit. Laten we gewoon gaan kijken. We staan in het DTI-lab. En waar staat DTI voor? Design, Technologie en Innovation. Design, Technologie en Innovation. Ja. Wat doe je in Design, Technologie en Innovation? Dan werk je met online programma's en technologie en allemaal. Dus wat maak je dan bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld een website of een eigen emoji. En heb je iets wat je kan laten zien wat je hebt gemaakt? Ja, dat zit op het laptop. Nou, ik ben wel benieuwd. Ja. Nou, laat zien dan. Dit is de site. Ga je de site laten zien die je hebt gebouwd? Nee, ze vragen of ik erop. Is ook technisch, is ook DTI. Het is eigenlijk een soort van website die je later ook kan gebruiken voor een soort van digitaal cv eigenlijk. Jij gaat even een snapje maken. Ja. Dit is een snapje. Ben je ook aan het filmen? Ja. Nou, wat moet ik zeggen? Wat moet ik leuk doen voor je snap? Ja. Influencers. Dit zijn de influencers van MAVO Centraal. Ja. Waar zijn we nu? Waar zitten we nu? In welk lokaal? In het lab. In het lab. En wat houdt het lab in? De lokaal 15. Wat? Ik stap al in. De hele tijd zo in. Daar doen we allemaal projectjes. Biologie, natuurkunde, dat soort dingen. Ja. Experimenten. Ja. We leren ook gewoon... gewoon boven hoeveel graden water borrelt. Hoeveel graden is dat? 100. Kijk, goed opgelet. Ja, vind ik ook. Het is helemaal duidelijk, gewoon het lab, experimenten doen, proefjes doen. Ja. Dus dit is een tafelvoetbal. Ja. Is dat ook een reden waarom je voor deze school hebt gekozen, dat je in de pauze tafelvoetbal kon doen? Ik wist niet dat tafelvoetbal hier was, maar... Dat is gewoon een verrassing. Ja. Maar dus dit is een reden als je denkt van, hey, ik wil tafelvoetballen in de pauze, kom dan naar MAVO Centraal. Jij bent wel fanatiek, hè? Ja. Wat een agressie, joh. Lukt het allemaal? Oh, wie heeft er nou gescoord? Ja. Lekker, man. Ik zit hiernaast allemaal leerlingen van MAVO Centraal. Jullie hebben allemaal iets te vertellen over deze school. Ik zit in klas 1A. Dit is een leuke school. En er zijn ook allemaal leuke docenten. We doen hier ook allemaal activiteiten. En ja... We doen veel leuke dingen. En ik heb ook iets gehoord over masterclass, was het? En dan heb je om de week, op de donderdag of dinsdag, heb je een masterclass. Bijvoorbeeld leuke dingen, bijvoorbeeld pingpongen. Je hebt voetbal, pottenbakken. Je hebt schilderen, je hebt filmen. Waar heb jij voor gekozen? Ik ben nu bezig met pingpong. En ben je al goed in pingpong? Ja. Iedere leerling heeft een coach. En die coach is voor meerdere leerlingen. Maar en dan als je iets wilt zeggen of ze helpt je gewoon met dingen. Bijvoorbeeld bij de rapport gaat ze je ouders begeleiden en zeggen wat is en zo. Waarom heb je dan een coach en geen mentor? Omdat zij meer echt coach en meer persoonlijk is. Coach is meer persoonlijker dan een mentor. Gewoon een hele persoonlijke mentor, zeg maar. Ja. Ik sta hier voor het kantoor van de leerlingenraad. Wat houdt het in? Wat is de leerlingenraad? De leerlingenraad is een groep kinderen van verschillende soorten klassen. Dus eerste, tweede, derde en vierde. En dan worden daar bijvoorbeeld 2 kinderen uitgehaald. En dan bedenken we ideeën hoe we de school kunnen verbeteren of wat we allemaal kunnen doen. Je hebt een klacht of je hebt een tip, dan kan je bij de leerlingenraad terecht. En dan jullie zijn eigenlijk een soort van de onderdirectie van de school als leerlingen. Ja. Zijn er al verbeteringen die jullie hebben doorgevoerd? Want toen de leerlingenraad voor het eerst werd ingezet in de tweede klas, toen zat ik er ook in. En toen wouden veel kinderen dat de wc verbeterd werd en dat er een eindschoolfeest kwam. En dat hebben we toen allemaal geregeld. En is er nu nog een tip of een klacht waar jullie mee bezig zijn? Ja, we willen graag de eerste, tweede en derde verdieping willen we graag ordenen qua kleur. Dus stel je voor, de eerste verdieping is dan blauw, de tweede verdieping groen en dat lijkt ons leuk. Hoe kom je in de leerlingenraad? Dat weet ik eigenlijk echt niet, maar ik ben erin gekomen omdat ik was tijdens Nederlandsles en toen heeft gewoon heel mijn klas gestemd op mij en ik was er van, hè, wat? En dus toen vonden ze me allemaal gewoon geschikt voor de leerlingenraad en toen ben ik erin gezet blijkbaar.